Een markante mediapersoonlijkheid is overleden. Rijk de Gooyer was bij leven en werken een tegendraadse figuur. Zijn weerbarstige persoonlijkheid, die excelleerde als aangever van het legendarische komische duo Johnny en Rijk. Daarnaast speelde hij in een groot aantal Nederlandse speelfilms de hoofdrol. Vaak als schurk of onaangenaam mens. Hij werd om zijn naturel spel geroemd. Filijnen en sarcastische karakters waren hem op het lijf geschreven en hij speelde deze onsympathieke rollen met groot genoegen en inzet. Maar hij was bovenal een alleskunner. Zong voortreffelijk vrolijke liedjes en bewoog zich samen met Ilke de Jong als schrijver in de wereld van de literatuur. Zijn unieke kracht als acteur en van zijn persoonlijkheid waren goed te zien in de vele humoristische reclamespotjes en de verschillende onvergetelijke typetjes. Foutje bedankt of goed gedaan jochie worden 20 jaar na uitzending nog steeds gebruikt door de vele bewonderaars van deze kleurrijke acteur, die als mens, naar eigen zeggen, met volle teugen van het leven gebruik heeft gemaakt en met overgave ervan heeft genoten. Helaas zijn karakteracteurs zoals Rijk de Gooyer zeldzaam geworden. Best 24 condoleert zijn familie en vrienden en wij, het publiek, zullen hem missen.